reden gaan we naar de collega's van de regio Haaglanden in Den Haag op de burgemeester Patijnlaan. Surveillanten Marco en Robert hebben een Peugeot-bestuurder in het vizier. Ik heb nog de roodrijder natuurlijk. Ja hoor. Ook nog. Maar volgens mij zat hij in ieder geval, hij had een groen blikje in zijn handen. Remblik kapot. Tjoh. Gewoon zo aan de kant zetten dan? Ja. Het lijkt erop dat deze bestuurder een blikje bier in zijn handen heeft. En dat is al voldoende aanleiding om hem aan de kant te zetten. Kom meneer, ik zal me eerst even legitimeren. Mijn naam is Gerben Nissen, ik ben van politie Haaglanden, team videosurveillance. Deze mensen die filmen mij, mijn collega en mij in ons werk. En na afloop, dan komen ze even naar u toe. Heeft u rijbewijs bij u alstublieft? Luister eens. Wat zegt u? Het mag niet zomaar mij filmen, het mag niet. Ze komen zo naar u toe? Nee, nee, ik wil niet zo. Ik wil nu dat ze ophouden met filmen. Ze stoppen niet met filmen. Ze filmen ons in ons werk. Kijk, dat heb ik u net... Op mij gericht. Ja, en op mij. Kijk. Ja, maar ik wil niet dat je op mij richt. Begrijp erop. Hij filmt mij in mijn werk. Ik wil totaal niet dat ik gefilmd word, echt niet. Oké. Ik zei u net al, als wij klaar zijn, dan komt die meneer in die zwarte jas, die komt naar u toe. En die gaat even een gesprekje met u aan. Heeft u uw rijbewijs bij u, alstublieft? Ja, dat zouden we inmiddels graag een keertje zien. Kijk, hij staat gewoon op mij gericht. Ja, nu wel. Ja, maar dat kan toch niet? Ik zeg tegen je, gefilmd en dan ga je mij laten filmen. Ik bepaal dat niet. Ja, maar tuurlijk wel. Jij bent toch de politie? Je hebt toch de politie? Ja. Pistool, ja, dat klopt. Hier, nou, dit is jij bent toch de handhaver van de wet? Ja, dat klopt ook. Dat klopt ook. Heeft u uw rijbewijs bij u, alstublieft? Wat is hier de bedoeling van? Ik wil niet gefilmd worden. Ik zeg al, die mensen die filmen ons. Gewoon niet op mij richten, klaar. Ja. Wij doen ons werk. Ik weet zeker niet of die jou filmen. Oké. Maar dat doen we vanavond, na 10. Meneer, het volgende, op de burgemeester Partijlaan ging u bij de Scheveningseweg ging u door rood. Ja. Daar krijgt u een bekeuring voor. Ja, en dan moet je een hele show van maken. Ken ik nu staat die weer op mij gericht. Ja. Dus omdat ik door rood ben gaan, moeten we nou een hele toneelstuk van gaan maken. Mag ik ook vragen wat u net dronk in de auto? Red Bull, Golden Power, hier nog een film. Maak hier ook een film van. Nee, oké, dank u wel. Dat wil ik even zien. Allemaal show, joh. Wat is dit, joh? Ja. Iemand met zwart haren gelijk volgen. Onzin allemaal. Ja. Geef gewoon de boete. Ja, we gaan ermee aan de slag. Ogenblikje, meneer. Als je snel zaken wil doen, dan kan dat natuurlijk. Aan de surveillanten zal het in ieder geval niet liggen. Kijk eens aan, meneer, alstublieft. Ja, dank u. De bekeuring die er voor staat, die is niet gering. Die is €150. Ja, bedankt, hè. En als u zorgt... Als jij er lol in beleeft, dank je wel. Nou, ik spreek ook gewoon netjes aan. Ik heb dan liever dat u dat ook tegen mij doet. Hoezo? Is dat een overtreding? Dat is burgerlijke beleefdheid, alstublieft. Misschien zou u in het vervolg ook de gordel om kunnen doen. Ja, is goed. Ja? Ja. Prettige dag verder, meneer. En laat je remlicht even nakijken, want dat functioneert ook al niet naar behoren. De bekeuring voor het rode verkeerslicht bedraagt €150.